Yo mensen, en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Minecraft Oasis Survival hier op mijn kanaal op de GameStreamer. En zoals jullie hem al zagen in beeld, what the fuck, Jens, een netherportal, een diamond sword, een golden apple. Ja, die golden apple had ik al even. Vijf diamonds. Oké, nee, die vijf diamonds hadden we. Ja, kijk dan even de vorige aflevering, want die vijf diamonds komen van de vorige aflevering. Dat diamond sword kwam van de vorige aflevering. En die golden apple ook. Maar dat was al sowieso. Hebben we weer 11 diamonds. Daar zijn we toch 3 diamonds rijker geworden. Maar mensen, de vorige aflevering heb ik dus inderdaad de nether portal gemaakt. En hebben we even gezocht naar Flint and Steel. Of ik heb even gezocht naar Flint and Steel. Jullie hebben het gewoon direct gezien. En toen heb ik gezegd, ik ga de volgende aflevering voor een dikke cliffhanger. Heb ik die toen afgesloten. Normaal ging ik nog even naar de nether. Maar nu deze aflevering gaat een aflevering in de nether zijn. Dus hopelijk zijn jullie er klaar voor. Ik ben redelijk geprepared. Ik kan altijd extra torches maken. Ik heb mijn diamond sword ready. Ik heb een gloednieuwe pickaxe. Deze twee tools heb ik eigenlijk echt niet nodig. Maar oké. Okay. Bouwblokken, 54 cobblestone. Nog extra torches. De flint and steel voor Mr. Portal kapot gaan in de nether. Baked potato 36. En 1 golden apple. En nog bijna gloednieuw armor ook. Dus ik denk dat ik niet beter geprepared kan zijn daarvoor. Dus we gaan het gewoon doen. YOLO! Ik ben echt benieuwd. Holy fuck. Ja, kijk, daar hebben we het al. De portal is naar de kloten. De portal is naar de kloten. Kom dan. Oh, fucking retenneukende kutscheters. Holy shit, boy. Holy. Holy kerel. Stop. De. Dood. Ik ben ook dood. Shit. Maar nu wil ik toch even naar de fucking freaking nether voor mijn stuff. Ja, wat? Niks. Ik ben terug de nether in, want ik moet mijn stuff hebben. Ik ben hier verderop ergens dood gegaan. Kijk daar dus. Holy freaking shit, zakkerij. Holy. Pak uw map. Pak alles dat je pakken kunt. En zorg dat je keep inventory hebt. Holy fucking shit, retenneukende kakscheiters. Shit, ik ben mijn ex kwijt. Oh, daar ligt hem. De enige dingen die ik zoek hier. What the fuck? Oké, er is een nieuwe portal. Ik zoek hier alleen maar één ding en dat zijn de blazes. Oké, wat de fuck doe ik? Wat de fuck ben ik bezig? De coördinaten stonden in de video. Oh nee, niet de golden apple eten, man. Oké. Even alles onder controle. Even niet doen, hè. Blazes. Is het zelfs mogelijk dat we blazes kunnen vinden hier? Is het pretty much zelfs mogelijk? Ik ga toch nog even terug naar de portal. Want ik moet die coördinaten weten. Voor als we terug doodgaan. Oké, de portal is uitgeschakeld. Pap, jongen. Oké, dit zijn de coördinaten. Fucking teringmogol.
Thanks. Thanks! Weg hier, weg hier! Oké. Nee, cancel, 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 respawn. Holy fucking tieten, man. Holy shit, ik doe even voor de leuk gewoon nu, doe ik gewoon even keep inventory, want holy shit. Sorry, ik was even aan het drinken, maar holy fucking shit. Is het zelfs mogelijk dat we blazes vinden in die, nether? Want als we geen blazes vinden, ja, hoe de fuck moeten we dan zelfs aan dingen komen? Potion brewing stands. Ja, hoe de fuck gaan we daar aan raken dan? Holy fucking titan. Ja, yeah, let's go back, denk ik dan. Ah, dat meent je niet, jong. Dat meent je niet. Ik sta nu al in de fik. Yo, weet je wat ik gewoon ga doen? Zo. Laten we zeggen, dit is de oude portal. Hoppatee. Oh shit, hij is daar hoor. Hij is daar. Nou, je zou toch zeggen, skeleton skulls zou toch gemakkelijker moeten zijn om tegen te komen hier. Maar, I don't think so. En blijkbaar klopt mijn ding dus niet, want ik dacht dat de nether dus gewoon de nether zou zijn met allemaal bergen en shit. Ja, bergen, kun je dat echt bergen noemen? Nee, je kunt het niet bergen noemen, Jens. Wat ben je er weer bezig, man? Keep your head clean, man. Oké, wat? Nee, maar ik dacht dus gewoon dat de normale nether zou zijn. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Normale nether. Is de nether wel zo normaal? Dat is een vraag die... holy shit, ik word gechased. Ik word achterna gezeten. Ik word achterna gezeten door van die kutmonsters. Die kutmonsters steken me reet uit. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Hoe de fuck gaat dat niet zelfs? Oh my god, kinderliedjes met Jens. Holy fucking shit. Reten neuken de kutkinderen. Holy fuck, we komen tegen een dikke bedrock wall. Oké, dat is mooi om te weten. Dan weten we waar de border is van die... holy fucking dikke, dikke rakennenbagus. Dik, zo'n grote vuurbal. Zo'n grote vuurbal. Tering, jong. New Kids Turbo. Dingen. Referentie. Zo'n grote vuurbal. In mijn bagus. Mijn hele Minecraft naar de klote. Maar ik zoek blazes, man. Ik zoek echt blazes. Kut guests! Oh my fucking life. Ik zweer. Help, 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 help. Fuck you. Weer een dikke, dikke muur van ding. Ah! Jee, teringhond. Fucking mensen, dit gaat toch nergens meer over. Ik zie jullie wel gewoon wanneer ik fucking... oh my life, wanneer ik iets gevonden heb, want dit slaat echt nergens op, man. Dit slaat echt gewoon compleet nergens op. Oh fucking hell, hij zit meer weer achterna, die dikzak. Die dikzak met zijn soort. Dit slaat echt nergens. Holy fuck, mensen, ik ben weer achter. Ik word weer achterna. Wie er die achterlijke kut, mensen? Ah! Vuile hond! Ja! Ja! Ze leven! Ze leven nog! Oh fuck, hier moet ik wel opblazen. Oh, ole, 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 ole,
alive! Poep ze allemaal! Poep ze allemaal! Eén voor één in een pakjes! Oké, ik ben dood. En ik heb... Nee! Ik heb een golden apple verneukt. Ik heb literally... Waarom heb je die fucking potatoes weggedaan? Ik heb één golden apple verneukt. Nee man, ik wil geen golden apple verneuken. Ik wil gewoon één blaze rot. Ik wil één... Één blaze rot. Waarom, what the fuck? Ik kom er gewoon achter en uit, joh. Ik kon toch fly? Hier, fuck dit man, ik ga die blazes terugvinden. Ik moet die blazes vinden. Ik moet gewoon die blazes vinden. Ik moet gewoon die blazes vinden. Ja, het is simpel als dit. I'm gonna find that blaze, those blaze motherfuckers. And I'm gonna kill those blaze motherfuckers. Because I need them. Lot. Niet vergeten te blijven vliegen. Gewoon alledaagse shit. Fucking tering. Arsenalen. Marginale kutkinders. Yo, die blazes moeten hier ergens zijn, man. Ik heb ze toch... Blazes, don't let me in the steek. Blazes, where are you, you? Blazes, nu moet ik ze weer fucking vinden. Oh my fucking god, jongen. Ik vind die blazes geen ergens meer, hè. Godverdomme, moet ik mijn video weer... Nou mensen, dan zie ik ze zelfs, wel als ik de blazes heb gevonden, want dit slaat echt nergens op. Net had ik ze nog in mijn buurt en nu zijn ze weer fucking footsie. Nou ja, tot zelfs dan, denk ik. Oké mensen, ik had ze dus wel gevonden. Ik heb toch... holy fuck. Ik heb er toch voor kunnen zorgen dat we blazerots hadden. Maar nu hebben we een ander probleem. Kijk, ik heb wel die blazerot shit nu. Dat allemaal helemaal aardig is en alles. Maar zat ik te denken. Nu hebben we dat wel. Fuck you. Nu hebben we dat wel. Maar hoe zit het nu eigenlijk? Met ja, we moeten natuurlijk ook nog blaze powder hebben. Oh fuck, daar heb ik niet aan gedacht. Ah shit. Fuck me. Nou, dan moeten we het nog even terug. Wat naar. Wat naar. Dit is narigheid. Dit is narigheid. Dit is zeer narig. Dit is zeer narig. Yo, kom eens even beneden. Oh, ze droppen weer niks, hè, die zemmels. Nou mensen, ik denk... Ik denk dat ik dan dingen maar moet inspannen. Ik weet het anders ook niet. Yo. Ik ben terug naar mijn Nether portal, man. Ik vind het niet meer interessant hier. Maar ja, ik denk dat ik de Netherrack ook maar moet inspannen. Ja, kijk. Ik wil dan heel graag van die potions maken en alles, maar dat gaat niet lukken zo. Dus daarom, ja, ik denk dat ik het gewoon ga doen. Voor de volgende episode hebben dan zal ik zorgen dat we ding hebben, spul hebben. Netherrack voor goed te zijn. En Soul Sand, ja, het moet maar dan.
Hoe graag ik het ook heb om alles legit te krijgen. Ik heb al zelfs legit twee blaze rods. Twee blaze rods kunnen krijgen. Dat is zelfs door mijn doen al veel. Maar tussen de episodes door zal ik er dan voor zorgen dat ik nog eens even de nether in ga voor die kut blazes. Even nog kijken of ik nog een blaze rod kan scoren ergens. Wat moeilijk zal zijn, maar ja, ik wil het wel doen voor... Godverdomme, jongen! Nou jongen, dan doe ik gewoon dit hier weg hoor. Ik ga er echt geen extra moeite in steken voor ook nog eens even terug die fucking grot in te gaan. Dan doen we het gewoon zo, dan krijg ik zoveel cobblestone. Dat is ook een makkelijke manier om dat te doen. Hup, hey. Zo, hup. En ik zat er aan te denken om trouwens ook dit te doen. Dat ziet er dan misschien aan. Ik wil geen chest glitches, alsjeblieft. Zo. Dat is een hele opgave. We hebben dan toch eindelijk die fucking dingen. Oh, my life, man. Ik heb mij echt zitten doodschreeuwen daar. Ik heb me echt zitten doodschreeuwen tegenover die dingen, man. Maar we hebben de fucking brewing stands. En nu, vandaag, wou ik dan nog even... Ja, niet... Ja, nu kan ook. Nu kunnen we dat ook even doen. Is gewoon even... waarom ga ik hier naar boven? Is hier een kamer is hier een kamer vrijmaken voor dan de dingen die er natuurlijk moeten komen. Hey, buitenwereld. Voor natuurlijk de kamer waar ik dan mijn kamertje in wil maken voor de Netherwards Farm. Ik kom niet zo lekker uit mijn woorden vandaag. Oh shit, maar volgende week, nee. Morgen zitten we al aflevering 15 in deze serie. Hoe fucking rap is het gegaan, man. Ik weet nog de dag dat ik begon met deze serie. De eerste aflevering hadden we niks. Hadden we gewoon letterlijk niks. Had ik zelfs in de grond zitten graven voor een fucking huis te krijgen. En als je nu onze wereld ziet wat we hebben gebouwd ondertussen in deze wereld. Dat is niet normaal, man. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Mijn mensen. Ik ga het hier belaten voor deze aflevering. Zo, ik stop hier gewoon in deze kamer. Nu ik wil even kijken. Dus ik kom ons huis uit. Ga fuck naar binnen, man. Die kerel. Hallo. Hallo. Where are you? Ik kan hier gewoon zitten. Ik vertrouw het niet. Waar is die kerel? Er is een koe ontsnapt. En een schaap. Waar is de schaap? Dat was dus dat schaap dat ik al de hele tijd zag. Hoe ontsnappen die beesten daaruit dan? Kijk, dat schaap is gewoon ontsnapt. Yo, fuck you. Ik moet wel zien dat ik niet zonder die dieren kom te zitten, want anders gaan we nog een groter probleem hebben. Maar mensen, in ieder geval, ik ga dus laten hier... Dit ziet er echt niet uit, man. Ik ga het hierbij laten voor deze aflevering in mijn fucking kelder. Dus vond je het fijn? En laat dan een like achter, abonneer. En ik zie jullie graag morgen weer bij een gloednieuwe aflevering. Doei!